Hey, welkom bij de Happy Investors. Mijn naam is Jorik en in deze video wil ik het met jou hebben over beleggen in vergrijzing. Als lange termijn belegger kijken we vooruit. In dit geval, de trend is vergrijzing. Is totaal geen nieuwe trend, iedereen weet ervan. En het lijkt wel of het continu wordt ondergesneeuwd door andere korte termijn zaken. Crypto-bubbel daar, energieprijzen die opeens nu stijgen. En zo is er continu wel wat. Alleen die oudjes, die blijven maar in aantallen toenemen. En met name in Europa is dat zo. Nu, ik heb een uitgebreid artikel geschreven. Ik begin altijd gewoon met onderzoek naar de lange termijn trend. Wat is de markt? Wat gebeurt er? Alle informatie vind je in een link op mijn website. En die link vind je onderaan deze video ook. Maar daar wil ik het met jou niet over hebben. Eigenlijk heel praktisch concreet wil ik het met jou hebben over hoe kunnen we nou profiteren van de vergrijzing die voornamelijk in Europa plaatsvindt. Maar ook in Azië begint dat proces al te lopen. En dan moet je niet denken dat opeens heel de wereld oud wordt. Dit is natuurlijk een meer jaren termijn waarop dat plaatsvindt. Maar als lange termijn beleggen we natuurlijk vroegtijdig instappen op prominente trends, waardoor vraag in de toekomst gaat toenemen. En eigenlijk zijn daar drie simpele manieren voor. En daar wil ik het in deze video met jou over hebben. De eerste is, hoe kunnen we beleggen met verschillende ETF's? Dus ik heb een aantal interessante ETF's voor je. De tweede is vastgoed. En de derde is verschillende aandelen. In totaal heb ik ongeveer 25 aandelen gelist in het artikel wat ik hier onder al zei in de link. Maar we gaan hier in deze video kort 5 interessante aandelen aanhalen. Nu laten we kijken naar de eerste. Dat is hoe kunnen we nou profiteren van de vergrijzing door te beleggen in een aantal interessante ETF's. Ja, binnen de wereld van de ETF heb je superveel mogelijkheden. Eigenlijk altijd te veel. Er zijn er in deze video wil ik er 4 met jou benoemen waarvan ik denk die zijn wel interessant. En de meest interessante, of laten we zeggen de meest gediversifieerde optie, dat noemen ze de iShares Aging Population ETF. Nu, deze ETF is van iShares en die richt zich op bedrijven die producten en diensten leveren aan 60-plussers. Dus bij deze, als je 60 jaar bent, hoor je tot de definitie van vergrijzing volgens iShares en voel je niet aangevallen, maar het is wat het is. En in die ETF zitten dus 350 bedrijven, die richten zich dus op die oudere doelgroep. En dat zal niet 100% hun omzet uitmaken, maar wel een substantieel deel. En belangrijk om te weten is dat die ETF heeft heel veel spreiding. Dus de top 10 van die aandelen van die 350 bedraagt maar circa 5%. Dat is eigenlijk heel erg laag. Dat betekent dat er heel veel evenredige spreiding is over al die bedrijven. Daarvoor moet je niet denken dat je heel hoog rendement krijgt. Over de afgelopen 5 jaar was het rendement zo'n 8,7% van deze ETF. Dat is best wel goed. Alleen als je kijkt in dezelfde periode, hadden we natuurlijk ook ETF's gezien. Die haalden meer dan 20 of zelfs 30% rendement. Dus dat is een wezenlijk verschil. Andere kant, je hebt wel veel minder risico door de evenredige spreiding. En de PI-ratio is op dit moment ongeveer 17. Dat is niet super laag, maar het is ook zeker niet hoog. Dus voor neutrale instappen kan je nu eigenlijk al beginnen met de iShares Aging Population ETF. En voor de lange termijn natuurlijk je positie structureel opbouwen. Nou, 2 andere van de iShares die interessant zijn om te benoemen is allereerst heb je de iShares Healthcare Innovation ETF. Dat kan je bij de Giro gratis kopen in de kernselectie. En interessant aan die ETF is, die richt zich dus op gezondheidszorg. Allerlei innovatieve bedrijven. Innovatie is natuurlijk ontwikkelen. En hebben dus meer kans om voor te bestaan. Een andere die interessant is, is ook van iShares. En die heet iShares Stocks 600 Healthcare. Ja, en dat is een ETF die richt zich dus op eigenlijk 600 bedrijven binnen Europa. Die actief zijn tot eigenlijk de groep van vergrijzing. En dit is van alles. Er zitten ook dus niet alleen gezondheidszorg in, maar ook bijvoorbeeld banken voor verzekeringen, pensioenen, zulke zaken. Allemaal denk ik relatief safe play. Tuurlijk, je gaat daar niet al je geld op zetten. Denk aan bijvoorbeeld een positie van 5%. En welke ook interessant is, maar dat is natuurlijk voor de groeibeleggers, waaronder ik zelf, dat noemen ze de ARK Genomic Revolution ETF. Dit is een totaal andere ETF. Totaal niet te vergelijken met de eerste 3 die ik net noemde. Maar het fonds van ARK, dus dat noemen ze de ticker ARK-G, ARK Genomic Revolution. Ja, daar zitten iets van 50 posities in, allemaal hele risicovolle bedrijven, maar wel heel erg toekomstgericht. Ik zei het al, dit is totaal niet vergelijkbaar met de eerste 3, maar stel je bent een hele risicovolle belegger en jij denkt van ik zul daar gewoon even een kleine positie op zetten, hè, bijvoorbeeld maximaal 5%. En als dat niks wordt, dan is dat oké. Maar stel dat het wel heel veel kan worden, dus dan moet je denken aan een gemiddeld rendement van misschien 10%, misschien zelfs meer, maximaal 15%. Dan is dat interessant.
In de afgelopen 5 jaar heeft deze ETF ongeveer iets van 25 tot 27% rendement gegeven. Dat is natuurlijk een substantieel verschil met de iShares Aging Population ETF. Alleen voor dat verschil in rendement betaal je natuurlijk ook een prijs en dat heet risico. Dus voor de lange termijn kan ARKG veel meer interessant zijn, maar niemand die het zeker weet. Nu, dit was dan voor ETF's. Dan gaan we nu door naar de kansen voor vastgoed. Want ook in vastgoed heb je natuurlijk heel veel kansen om te profiteren van al die oudjes. Ja, wat betreft vastgoed kan ik relatief kort zijn. En dat is gewoon logisch nadenken. Waar gaan de oudjes wonen? Daar moet ik geld in zetten. Kan op verschillende manieren. En gewoon twee voorbeelden ter inspiratie is. Allereerst heb je REITs. Zijn beursgenoteerde beleggingen. Daarin zitten bijvoorbeeld zorgtehuizen in. En allerlei vastgoedobjecten die zich specifiek richten op zorgtehuizen. Een voorbeeld hiervan is Ventas Inc. Maar je hebt verschillende REITs die zich specifiek richten op oudere mensen. Eigenlijk de oudere doelgroep. En daarmee kan je dus profiteren van vastgoed in de vergrijzing. En een tweede voorbeeld is natuurlijk zelf bijvoorbeeld appartementen kopen. En zeker kan je daar waarde toevoegen door nog een stukje bij te klussen om die heel toegankelijk te maken voor senioren. En zo kan je natuurlijk ook een redelijk hoog rendement halen. Gewoon simpelweg door lange termijn denken en je geld voor jou te laten werken. Nu, dat is voor vastgoed relatief simpel. Nu gaan we door naar aandelen en dan zal ik een aantal interessante aandelen benoemen. Ja, de totale lijst van aandelen zijn iets van 25 plus. Die vind je dus in het artikel dat ik heb geschreven in de link hieronder. En eigenlijk wil ik nu met jou een aantal interessante aandelen aanhalen. Te beginnen met automatisering en robotica. Dat is gewoon één van de sectoren binnen, laten we zeggen, het thema van vergrijzing. Nu, voor automatisering en robotica is één van de meest interessante aandelen, mijn inziens, is Intuitive Surgical. En dit bedrijf, Intuitive Surgical, ja, die houdt zich bezig met robotisering binnen ziekenhuizen. Super interessant, is geen goedkoop aandeel, maar dat is het al jaren niet. Dus ja, je zou kunnen kijken voor buy the dip of nader onderzoeken van wat is nou de toekomstig potentieel daarvan. Een andere is uit de sector van biotechnologie, is een Nederlandse partij, heet Qiagen. Qiagen NV heet het eigenlijk. Ja, volgens mij zitten ze in Duitsland, maar ze hebben een Nederlandse holding. Geen idee hoe dat exact werkt. En daar kan je eens in verdiepen. Denk ik interessant, omdat je dan... Ja, zij leveren aan heel veel verschillende bedrijven die onderzoek doen binnen biotechnologie. Dus het is eigenlijk een soort van toeleverancier. Best wel interessant om te onderzoeken. Een andere is uit de gezondheidszorg is bijvoorbeeld Stryker. En interessant ook naast Stryker is InMode. Nu, InMode is eigenlijk niet zozeer voor oudjes, maar wel echt voor medische zorg. En ik heb InMode al een keer eerder genoemd in een video over. Dat is een van de beste aandelen voor 2021. In een nutshell, wat ze doen is, ze hebben een soort apparatuur vol met gepatenteerde technologie. En als jij niet chirurgische ingrepen wil doen, bijvoorbeeld om wat vet bij je kin weg te halen of een litteken weg te halen, dan kan dat met zo'n apparaatje. Die zijn hartstikke duur, maar dat maakt niet uit. En daarom is InMode ook heel erg winstgevend. Echt een uniek bedrijf. Ik heb dat beleggingsrapport, het onderzoek van mij, heb ik 4 maanden geleden gepubliceerd in de Happy Investors Community. Sinds dat moment hebben we gekocht en we staan nu op plus 120% rendement. Dat is natuurlijk super hartstikke goed. Recentelijk is er een stocksplit geweest voor 2-op-1. Is niet altijd gunstig, maar ja, voor de lange termijn, wat zou het? We hebben nu dus meer aandelen voor InMode en we staan flink in de plus. Natuurlijk, dit soort onderzoek, ik publiceer zo'n 2 tot 4 beleggingsrapporten per maand op de Happy Invest Community. Je kan altijd kijken nemen wat je wil natuurlijk, is interessant. Doorgaan naar de beleggen en vergrijzing hebben we ook nog de farmacie. En dat is eigenlijk meer wat veiliger safe play zou ik maar noemen. En de eerste is bijvoorbeeld Johnson & Johnson. En een gevestigde naam keert dividend uit. Heeft niet een super aantrekkelijke aandering op dit moment. Maar het is wel een goede, stevige partij. En iets meer zekerheid geeft het voor de langere termijn. Een andere die ook echt interessant is voor dividendbeleggers is APFI. APFI keert niet alleen jaarlijks redelijk hoog dividend uit. Zo tussen de 4-5% afhankelijk van de koers. Maar er zit ook echt wel toekomstpotentieel in het bedrijf. Nu, ik ken het bedrijf niet op en top. Dus dat is altijd zoiets van, ja, dan moet je zelf meer onderzoek naar doen. Alleen van alle onderzoeken die ik doe en alle rapporten die ik lees, dat doe ik fulltime op fulltime basis. En altijd kom je wel ongeveer dezelfde namen tegen. En APFI wordt altijd genoemd als een van de betere keuzes voor dividendbeleggers. Dus interessant om daarin verder te verdiepen. En tot slot, een ander thema binnen de vergrijzing is reizen. De leisure, vrije tijdsbesteding. Nu, 2 interessante aandelen om eens te onderzoeken
zijn allebei cruiseschepen. Allebei in de cruiselijnen. En de eerste heet Norwegian Cruise Line. En de tweede heet Carnival Corporation. En deze twee bedrijven die zijn in de COVID-19 crisis gigantisch afgestraft. Ze maakten bijna geen omzet meer, want dat mocht niet. De COVID-19 restricties. Dus ja, dan verlies je eigenlijk een jaar aan omzet. Natuurlijk flinke verliezen. Dus die koers is poef, gewoon echt gekelderd. En nu beginnen ze weer op te knappen. Niet op het niveau van voor de COVID-19 crisis. Maar het begint nu wel te benaderen. En het zou dus interessant instapmoment kunnen zijn om nu te kopen. In de verwachting dat ze in de komende termijn weer op volle toeren draaien. En zelfs kunnen uitbreiden. Maar dat is natuurlijk altijd de gok die je moet nemen met dat soort aandelen. Kan in ieder geval wel interessant zijn. Al met al, leuke aandelen om je verder in te verdiepen. Dus samengevat in dit artikel hebben we gekeken naar een langetermijn beleggingstrend in de vergrijzing. Niet nieuw, alleen misschien wordt het wel onderschat. In Europa is het een problematiek, in Azië begint het dus toe te nemen. En in deze video hebben we het gehad over hoe kunnen we nou beleggen via verschillende ETF's, vastgoed en verschillende aandelen. Complete lijst vind je in een artikel wat ik al zei. Hier gaan we bij laten. Ik zou zeggen tot de volgende video. Dan gaan we het hebben over verschillende unieke kansen voor lange termijn beleggers om succesvolle rendementen te behalen. En ik zou het heel erg tof vinden als je wilt abonneren. Geeft mij energie en natuurlijk ook wat meer naamsbekendheid. Altijd leuk en dan ga ik mijn best doen voor jou om goede content en goede informatie te voorzien. Super, dankjewel en tot de volgende.